Wij lezen met elkaar uit de brief aan de Hebreeën. En ik zag vorige week dat vorige week dominee Van Andel gepreekt heeft uit Hebreeën 12, vers 1 en 2. Dat zal niet iedereen gehoord hebben, omdat mensen ook nog op vakantie waren. Maar ja, een heel aantal van u waarschijnlijk ook wel. Maar ik had zelf een preek gemaakt die ook aan dat gedeelte refereert. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Die had ik al voor de vakantie gemaakt. Dat is mijn gewoonte. Want ja, als je op zaterdag naar huis komt en je moet er nog een preek maken, dat is niet handig. En ik dacht, ja, ik ga hem toch houden. Dat is helemaal niet erg. In de consistorie werd al door een van de broeders gezegd, de herinnering is sowieso goed. En als je die brief aan de Hebreeën leest, dan is het één aansporing. En dat wordt ook niet in één keer gezegd. En ik denk ook dat de insteek van de preek een totaal andere is dan de insteek die dominee Van Andel vorige week had. En dat kan natuurlijk elkaar alleen maar heel mooi aanvullen. Althans, dat hoop ik. En dat ik die preek gemaakt heb, heeft iets te maken met de mail die ik in de laatste week voor mijn vakantie van iemand ontving. Niet hier uit de gemeente, dus u hoeft niet te gaan raden waar komt dat vandaan en te denken, oh, dat zal die of die geweest zijn. Ik ga ook niet zeggen waar die dan wel vandaan komt. Ik maak er wel vanochtend gebruik van, met instemming overigens van degene die mij die mail opgestuurd had. Omdat het een mail was die, denk ik, een probleem aangeeft waar we allemaal op de een of andere manier tegenop lopen. Een heel actueel punt. En het raakte mij. Het heeft iets te maken met het beu worden. Het moe worden van het geloven. Wat soms zo enthousiast kan beginnen. En dan juist door de loop van de tijd heen zo lastig kan zijn om vol te houden. Nou, daar gaat het in ieder geval. En zo kwam ik ook op dat woord uit Hebreeën 12, daar gaat het in die Hebreeënbrief over. Dat is eigenlijk niet zozeer een brief, het is meer een homilie, zo heet dat officieel. Je zou kunnen zeggen een soort preek, dat is ook de hele toon, een soort preek, waarin die schrijver als een coach die gelovigen van toen en daar, die ook de neiging hadden om het beu te worden, het moeten zijn, toch erbij te houden, aan te sporen. Nou, we lezen daar enkele woorden uit. Je zou eigenlijk die hele preek moeten lezen. Maar ja, dan blijft er voor mij niks over. Of dat erg is, dat weet ik ook niet. Maar goed, we doen het toch maar gewoon zoals we het gewend zijn te doen. Ik ga dus niet die hele brief nu aan u voorlezen. We gaan een paar woorden daaruit lezen. En dan zult u al horen dat die aansporing erin zit en dat het wel gaat over mensen die geneigd zijn en wat achterop te raken. Dat de gang er gewoon uitgaat. We lezen uit hoofdstuk 4 om te beginnen. Vanaf vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hem. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. En dan lees ik verder vanaf vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid, en dat gaat over Israël, dat Israël was geroepen uit Egypte om de rust binnen te gaan, maar onderweg in de woestijn zijn er toch heel vele omgekomen. Ze zijn uiteindelijk niet aangekomen waar God hen toe geroepen had. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
Want het woord van God is levend en krachtig en scherp. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dan lezen we vervolgens uit Hebreeën 10. En dan horen we ook die aansporing. Je hoort steeds die aansporing. Laten wij. Dus mensen worden niet afgeserveerd omdat de gang eruit gaat, maar ze worden juist aangespoord en meegenomen, aangevuurd vanuit datgene wat God heeft bereid. We lezen dat ook in hoofdstuk 10. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij letten op elkaar, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En dan vanuit hoofdstuk 12. In hoofdstuk 11 komen dan een heleboel gelovigen voorbij uit het Oude Testament, die het ook hebben volgehouden, soms door alles heen en ondanks alles, in geloof toch die weg zijn gegaan waar ze door God op waren geroepen. En dat zijn eigenlijk als toeschouwers op een tribune bij een renbaan, een loopbaan, een atletiekbaan. Nou, met de Olympische Spelen die gaande zijn, kunnen we ons daar wel het nodige bij voorstellen. En dan wordt er gezegd, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen worden omringd, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover. Stel voor dat wij ter inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 80. Dat is ook een gebed eigenlijk, of God zelf als de herder van het volk Israël, maar ook als de herder van zijn gemeente hier en nu, naar ons wil omzien, met ons wil doorgaan, ons wil vasthouden. Psalm 80, vers 1, 5 en 11. Voordat we dat gaan doen, wil ik de kinderen die er zijn even uitnodigen om naar voren te komen.
Nou, gelukkig dat jullie er zijn. Want er zijn nog heel veel op vakantie, zie ik. We zijn nog maar met een klein clubje. En jullie hebben allemaal nog vakantie. Ja? Hoef je volgende week nog niet naar school? Nou, dat is lekker. Hé, jullie hebben vast van de Olympische Spelen gehoord en misschien ook wel er wat van gezien. Wie heeft er wat van de Olympische Spelen gezien? Ja, oké, mooi. Nou, dan heb je wel gezien dat mensen soms 100 meter hard lopen of 100 meter heel snel kunnen zwemmen. Hoe zouden ze dat nou geleerd hebben? Om dat zo snel en goed te kunnen. Hoe zouden ze dat geleerd hebben? Oefenen, oefenen, oefenen. Oefenen, 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 ja, precies. Trainen, trainen, trainen. En, nou, misschien vind jij het ook wel leuk om soms het zwemmen of te hardlopen of een andere sport te doen. En wat is dan het belangrijkste als je het even zat bent of even moe bent of denkt, wat is dan belangrijk? Als je echt een goede sporter wilt worden, wat is dan belangrijk op het moment dat je het zat bent en moe wordt? Even uitrusten. Even uitrusten, juist. Maar dan is een woordje heel belangrijk. Even, even uitrusten. Even. Want wat moet je dan daarna doen, na dat even, als je even uitgerust hebt? Verder gaan. Verder gaan. Ja, je moet eigenlijk doorgaan. Ook al ben je moe, al heb je geen zin. Als je echt een keer met de Olympische Spelen wil meedoen, als je echt een topsporter wilt worden, dan komt het erop aan dat je juist als je moe bent, even geen zin hebt, dat je dan doorgaat. Want als je te lang uitrust, ja, dan wordt het nooit wat. Hè? Nee. Goed. Nou, onthoud dat maar. Want daar komt het eigenlijk in de Bijbel, in het geloof ook op aan. Soms heb je niet zoveel zin meer. Vooral als je al geoefend hebt en een stuk gelopen hebt, met God gewandeld hebt, word je zomaar een beetje moe. Heb je even geen zin? Misschien als je jong bent, heb je nog wel heel veel zin. Maar als je even omkijkt naar al die oudere mensen, moet je eens even gaan kijken. Je zou denken, die mensen hebben allemaal verschrikkelijk veel zin, hè? Zou je denken. En dat hoop ik natuurlijk ook. Dat hoop ik ook. Maar het zou zomaar kunnen dat als je ouder wordt, dat de zin er een beetje uitgaat. Als je jong bent, heb je er zin in. Als je ouder wordt, en dan komt het erop aan dat je doorgaat. Juist als je geen zin hebt. Je zou kunnen zeggen bij een topgeloof hoort doorgaan als je geen zin hebt. Nou, onthoud dat maar. Je mag best af en toe even uitrusten, maar niet te lang. Fijne morgen.
In antwoord op de verkondiging zingen wij gezang 430 en daarvan de versen 1, 2 en 6. Gezang 430, de versen 1, 2 en 6. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Misschien bent u net zoals ik weer terug van vakantie. En hoop ik maar dat je het goed hebt gehad. De ontspanning en verademing hebt ervaren die je zocht. Zodat je er weer tegenaan kunt. Met nieuwe energie, nieuwe ideeën ook soms. Ja, dat is mooi. Je gaat er weer voor. En toch, en dat herken je misschien ook wel. Ik zeg het maar heel eerlijk even. Ik ben ook maar een doodgewone jongen als het erop aankomt. Het heeft ook altijd iets van, daar gaan we weer. Het is ook weer terug in het gareel, weet je wel. Het patroon. Tuurlijk, daar kun je ook het nodige goeds aan beleven. En dat gareel en patroon is ook helemaal niet verkeerd. Stel je voor dat je het niet zou hebben. Juist door dat gareel en patroon heen, ja. Is het ook zo dat je een stuk voldoening kunt beleven. Dat de dingen gebeuren en lukken. Tegelijk, ja, kan het soms ook zo wezen dat je, hoeveel plezier je er ook misschien aan beleefde eerder, dat je het nu soms toch een beetje beu wordt, moe bent. Weer hetzelfde. Weer een heel jaar. Van dit, van dat, van zus, van zo. Juist als je er even uit bent geweest en je moet er weer in terug, dan voel je dat soms ook. En er zijn wel eens momenten, denk ik, bij ons allemaal, dat je afvraagt, hoe lang houd ik dat nog vol? En ja, je begrijpt ook niet precies hoe het zit. Dat waar je eerst helemaal voor ging en plezier aan beleefde, dat nu soms al meer alleen maar opgave wordt. En drukker gaat. Je geneigd bent soms om er de brui aan te geven, hoe dan ook. Op de lange duur wordt het er blijkbaar niet altijd gemakkelijker op. En apart genoeg kan je dat ook overkomen in je geloven. We hebben het wel eens over een geoefende gelovige. Nou, en die zijn er, godzijdank. Ik mag hopen dat je er ook een bent. En daar hoef je heus geen 80 voor te wezen, dat kun je op je 25ste ook al zijn, of je 35ste. Een geoefende gelovige, iemand die, ja, gegrepen door God ervoor is gegaan en erop door is gegaan en eruit leeft. En daar ook, ja, het nodige goeds aan ervaart, aan God, aan zijn genade, aan zijn geest. Intussen van alles en nog wat geleerd te gaan in het spoor van Jezus, te letten op Hem, je naar Hem te richten. Een ander mens geworden en daar zeker niet minder van geworden, integendeel. Al meer, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zoiets. En dat je voor jezelf ervaart, dat is mooi, dat is goed. De moeite waard. Een geoefende gelovige. Nou, die had je er heel wat in onder die Hebreeën. Dat waren niet zomaar mensen die er wel eens van hadden gehoord.
en de boel een beetje op afstand hielden. Integendeel, het waren mensen, zo staat geschreven in die brief, in die preek, die er helemaal door waren gegrepen en er helemaal voor waren gegaan, ondanks ja, de moeite die het soms kostte. En in hun geval had het soms tot betekenis gehad dat ze hun baan waren verloren, hun inkomen waren kwijtgeraakt, dat ze van goederen, zo staat er, waren beroofd. Nou, dan moet je wel alles met Jezus hebben, toch? En Hij met jou. Als je dat ervoor over hebt. Als het wat kosten mag, heel letterlijk ook. En toch uitgerekend bij hen begon de klad erin te komen. Ja, wanneer precies? Geen mens die het zeggen kan. Het gebeurde gewoon. De klad kwam erin. Geoefende gelovigen, maar op den duur toch moe worden van alles. Van die genade. Ja, we hebben het gelezen. Ze moeten aangespoord worden. Kom nou mee naar die troon van genade. Daar hadden ze, ja, daar waren ze ooit eerder thuisgekomen. Daar hadden ze hun hart op gehaald. Je zou denken, daar ben je toch niet meer vandaan te slaan? Nou, blijkbaar wel. Nou, niet vandaan te slaan, maar dat je er langzaam vandaan raakt. Gewoon niet zoveel zin meer hebt om daar nou elke dag te knielen, je hart op te halen, van genade te leven, te putten uit de kracht van zijn geest. De klad kwam erin. Ze begon het een beetje moe te worden. Er als vanzelf de brui aan te geven. Hoe kan dat nou? Geoefend, er vol van en dan, ja. Blijkbaar wordt het er op den duur in het geloven niet vanzelf gemakkelijker op. Als vanzelf blijkt het zomaar soms moeilijker te gaan. Steeds moeilijker. Krijgen steeds meer moeite mee, zeggen mensen dan. Nou, die mail waar ik u al wat over zei, die ging daar ook over. En weet u wat waarom het mij zo raakte, die mail? Ik ga er een stuk uit voorlezen nu. Het was van een bewust gelovende vrouw. Niet van iemand die, nou ja, aan de rand wat aan deed. Maar iemand die heel erg bewust erin had gestaan en erin stond. En ze was even in de 50. Je zou denken, nou, als je dan bewust gelooft, dat is dan niet meer kapot te krijgen, toch? Dan zit de gang er goed in. Dat gaat als vanzelf goed door. Dat komt vanzelf terecht. Dat kan niet missen. Nou, moest horen wat ze schreef. En het deed me erg denken aan die mensen die in deze brief worden aangesproken. Het deed me ook denken op een bepaalde manier aan mezelf. En het deed me denken aan u. En niet in de verwijtende zin. Maar ik dacht, hier zit een probleem. En daar moeten we het maar eens heel eerlijk met elkaar over proberen te hebben. Niet om elkaar af te serveren, maar juist om elkaar erbij te houden. Aan te sporen, aan te vuren. Zo lazen we ook, let op elkaar. Dat niemand van u achterblijft. Nou, dat wil ik vanochtend even doen met u. En je hoeft er ook geen 50 plus voor te zijn. Dat kan ook al op je 25ste. Dat je vanaf je 18e er helemaal voor ging, belijdenis deed, vol vuur, enthousiast. En nu denk je, waar is dat toch? Waar is dat gebleven? Ik krijg het bijna niet meer voor elkaar. Dat enthousiasme. Om het vol te houden is al een probleem. Nou ja, dus
Ik ga nu eerst maar even uit die mail wat lezen. Dan weet u waar het over gaat. Ze schreef als volgt. Ik geloof, maar geloof ik eigenlijk nog wel? Dat is iets wat me enorm bezighoudt momenteel. Als kind dronk ik de woorden van God in. Ik heb diepgelovige ouders gehad. Die leefden met God. En ik deed dat ook. Heel persoonlijk. Altijd bij de kerk gebleven. Belijdenis gedaan. Kinderen gekregen en laten dopen. Aan het heilige avondmaal heel veel goeds beleefd. En nu weet ik het allemaal niet meer. Daar word ik bang van. Van de buitenkant lijkt het nog heel wat. Maar ik ervaar een constante druk om het pijltje erbij neer te gooien. Wat is dat toch? Ik heb schriftjes volgeschreven met bijbelsstudies. Ik ben bij bijbelkring leider geweest. Ik heb pastoraat gedaan in de gemeente. Ik heb mensen bemoedigd. Maar ik ben helemaal op. Leeg. Daarbij komt dat ik in de war raak van bijvoorbeeld de evolutietheorie. Hoe lees ik nou de Bijbel? Het is wel waar, maar niet historisch. Wat houd ik dan over? Maar ja, de wetenschap is ook niet achterlijk. En dat hoef ik als gelovige toch ook niet te zijn. Zelfs uit de Bijbel lezen is een klus geworden. Elke dag doen we het als gezin. En 's avonds, voor we gaan slapen, dan lezen en bidden mijn man en ik. En 's morgens probeer ik het voor mezelf. Maar dat schiet er vaak bij in. Ik hoor om me heen dat als je Jezus gevonden hebt, je steeds meer vreugde in hem vindt. Ik ervaar dat niet zo. Als net vijftiger merk ik dit ook bij anderen van mijn leeftijd. Ik doe nog wel met van alles mee. Op zaterdagochtend zit ik zelfs om 9:00 in de kerk. Dan bidden we een uurtje met een stuk of 7 mensen uit de gemeente. Niet omdat ik zo vroom ben, maar omdat ik weet dat het belangrijk is. Als ik dit gevoel van me daar op tafel zou leggen, dan ga ik huilen. Dan kan ik niets meer zeggen. Mijn man zit in hetzelfde schuitje. En is soms het hele kerkelijke circus zat. Dat klinkt oneerbiedig. Want ik ben ook heel dankbaar voor al die mensen. En het vangnet wat ik daarmee heb. Een andere gemeente, is dat de oplossing? Ik vind het een luxe probleem om een kerk te willen die aan al mijn wensen voldoet. Bovendien zit het probleem dieper. En ik neem mezelf dan mee. Ik ben alles soms beu. En dat maakt me bang. Maar misschien ben ik gewoon een tobber. En hoort dit bij mij. Tot zover de mail. Een eerlijk verhaal. Ik zei het al, het raakte me. En ik dacht, dit is een signaal. Een symptoom van een veel breder verschijnsel. Wat we allemaal geneigd zijn wat verborgen te houden voor elkaar. Want wie komt er nou mee voor de dag? Vandaar dat zij het ook niet aan haar eigen dominee geschreven had. Dat best gekund hoor. Maar goed, ze voelde zich er zo ellendig over dat ze dacht, ik schrijf het maar aan een dominee die niet weet wie ik ben. Symptoom van een verschijnsel dat bewust gelovigen het beu worden. Het hangt in de lucht.
Ik hoor het om me heen. Ik voel het soms tot in mijn eigen ziel. Ik ben niet beter dan de rest. Je zou het een soort midlife-crisis kunnen noemen. Maar dan in het geloven. Midlife-crisis. Je hebt alles zo'n beetje gehad, beleefd en nu. Valt er nog iets nieuws te beleven of is het alleen maar herhaling van zetten? Ik zei het al, daar hoef je geen 50 voor te zijn. Dat kan ook al veel eerder. Op je 25ste, je 35ste en ook later, je 60ste, je 70ste. Dat je het gewoon moe wordt. Dat de verveling toeslaat. De vertwijfeling ook de kop opsteekt. En je op den duur afvraagt, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat moet ik ermee? Wat beleef ik er nog aan? Het is een gevaarlijke fase. Die schrijver van die brief, van die preek aan de Hebreeën, die voelde dat aan. Die schreef me niet voor de aardigheid. Die zei, het is linkersoep als dat gebeurt. Je kunt losraken, wegraken, opgeven. Door God geroepen en toch uiteindelijk nergens uitkomen. Verlost en toch verloren. Dat zegt hij. Pas op, pas op. Gevaarlijke fase. Kun je die brief op nalezen. En dat is ook zo. Dat is een gevaarlijke fase. En daarom ook een regelrechte verzoeking. Dat je, ja, als dat zo doorgaat, dat gevoel je te pakken neemt, al meer je al losser raakt. Eerst van de kerk. En van die mensen, en er valt natuurlijk ook op van alles en nog wat over te zeggen over die mensen. Hele goede reden om soms te denken, nou, ze zoeken het maar lekker uit daar met elkaar. En intussen word je het zelf te grazen genomen en weet de boze je al meer te isoleren, raak je ongemerkt al verder bij God zelf vandaan. Hoeft het al minder voor jou. Ik belde die mevrouw die mij gemaild had op. En ze zei door de telefoon, ik zou een vergevorderde gelovige moeder moeten zijn. Een voorbeeld voor mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik ervaar intussen het tegendeel. Word bang van mezelf. Wat moet je daar nou op zeggen? Ik heb er lang over gedacht. Ik heb met haar natuurlijk een gesprek gehad, maar ik dacht, ga er ook een preek over maken. Want volgens mij, zoals ik al zei, is ze niet de enige. Het eerste wat ik erop zou willen zeggen is dit. Geef maar toe aan jezelf. Dat het zo voelt. Doet die schrijver in die Hebreeënbrief ook. Die verdoezelt het niet. Die veegt het niet onder tafel. Die zegt niet over praten. Want als je daaraan gaat denken, nou ja, dan ben je het zomaar kwijt. Gewoon maar doorgaan. Nee, hij legt het eerlijk op tafel. Het is goed ook voor jezelf. Zie het maar onder ogen. En probeer vooral niet krampachtig het anders te voelen. Want dat, ja, dat breekt je toch bij de handen af. Dan word je ingehaald door jezelf. En daar wordt het echt niet beter van.
Je houdt misschien iets langer de schijn op, maar echt helpen doet het niet. Ik zou zeggen, zie het onder ogen en nog veel meer. Besef gewoon maar dat het op de loopbaan van het geloven zelfs onontkoombaar is. U bent geen uitzonderingsgeval. Het hoort erbij. Ja, daar zit misschien wel iets van opluchting in. Het hoort er gewoon bij, op de loopbaan van het geloof. Dat na verloop van tijd vermoeidheid toeslaat. En het extra inspanning kost om de gang erin te houden. Dat zie je toch nu ook bij die Olympische Spelen. Mensen die echt het topsport bedrijven, die weten het. De tweede helft is zwaarder in de regel dan de eerste helft. Om dan door te zetten. Dat heet over je eigen grenzen heen en zo. Weet je wel. Zo heel veel verstand heb ik er ook weer niet van. Dus ik moet er niet te veel over uitlaten. Maar het laat zich gewoon indenken. Je begint. Je gaat ervoor. En dan moet je door. Ook als de vermoeidheid toeslaat. En het verschil tussen een professional en een amateur is dat een professional dan weet hoe die door moet. En een amateur zegt, ik stop ermee. Ik kan niet meer. Dus het is goed om dat ook te beseffen. Die mevrouw die schreef, ik word er bang van. Dat begrijp ik. Je kunt er bang van worden als je die gevoelens herkent bij jezelf. En toch, besef ook, het hoort erbij. Bij het lopen op een loopbaan. Niet gelijk bang worden. Beseffen is onderdeel van het geheel. En bovendien, je bent niet de eerste, de enige die er tegen oploopt. Het feit dat zo'n hele brief, zo'n preek aan de Hebreeën daarop inspeelt, laat zien dat ja, gelovigen voor jou met hetzelfde probleem geworsteld hebben. Het is nog nooit bij iemand vanzelf wel doorgegaan. Dat het altijd, zeg maar, liep en lukte. Staat nergens in de Bijbel. Wat wil de duivel je wijsmaken? Als het echt is, en je eigen hart maakt jezelf soms dat ook wijs. Als het echt is, dan moet je toch altijd zin hebben. Nou, nee dus. Nee, helemaal niet. Het kan verschrikkelijk echt zijn, door God geroepen, erbij gehaald en dat de zin eruit gaat. En daarmee ook de gang. En daar is de Bijbel vol van. En daar ben ik eigenlijk blij mee op een bepaalde manier. Dat de Bijbel niet zegt, als het echt is, dan heb je altijd zin. Maar de Bijbel zegt, het is ontzettend echt dat wat God met jou begon. En toch, het kan zomaar afzakken. En vandaar ook dat het zien van het Nieuwe Testament in deze brief, maar in al die brieven, constant die aansporing. Hè? We hebben vanochtend uit Romeinen 12 gelezen. Allemaal aansporingen. Lees nog maar eens na. Nou, als dat nou allemaal vanzelf erin zat, dan hoef je het toch niet nog een keer zo expliciet te zeggen. Maar blijkbaar moet dat dus wel. Aansporingen laten zien dat wij als vanzelf achterop raken. En trouwens, het is voor Jezus ook geen verrassing dat wij het soms moe worden, beu. Hij voorzag het. En hij zei, juist met het oog op deze fase, wie volharden zal tot het einde. Niet alleen wie begon met mij te volgen, maar wie volharden zal tot het einde, dan zit je in de tweede helft. Die zal zalig worden. Hij voelde het aan, die tweede helft. Dan komt het op volharding aan. Volhouden, zin of geen zin. Dus denk niet dat u door Jezus wordt afgezet.
serveert, als dat gevoel ergens bij je omhoog komt en in je zit. Integendeel, je wordt door hem juist opgevangen, aangespoord, aangevuurd. Hij is erop berekend en hij zegt je, kom, wie volharden zal tot het einde. Niet opgeven, doorgaan. Snap je? Ook bij een volgend punt. Het een volgt uit het ander eigenlijk. Blijkbaar moet er niet alleen gekozen worden op je 18e, maar ook steeds weer daarna. Op je 25e, je 35e, je 40e, je 45e, je 50e, je 55e. Je 60ste. Steeds weer opnieuw. Die keus. U kiest mijn hart. Heel bewust. En dat wordt er niet gemakkelijker op. Al ben je er geoefender in. Je kunt het topsport vergelijken. Wat doet een topsporter? Die herpakt zichzelf. Gedurende de wedstrijd. En blijft er dan vol voor gaan. Je staat verbaasd. En kijkt soms je ogen uit. Hoe houdt die man, die vrouw dat vol? En ik zei het al, dat hoort bij een professional. Om jezelf te herpakken en door te gaan. En zo zou je kunnen zeggen, hoort het ook bij volwassen geloof. Juist bij volwassen geloof. Om daar waar je het voor je gevoel beu bent en moe wordt, jezelf te herpakken, door te gaan. Niet denken, ja zie je wel, nou ja het begon wel goed, maar ja ik weet nu ook niet meer precies wat het allemaal is. Dat is logisch, die eerste gedachte. Maar juist op dat moment, doorgaan, beseffen, dit hoort erbij. En nu komt het erop aan, niet op te geven. Maar zin of geen zin, door te leven op dat wat God met mij begon. En hoe doe je dat dan? Jezelf herpakken? Nou, als je die brief leest, dan doet die schrijver maar één ding. Die zit niet, die legt niet de zweep erover en lopen nu, want dat helpt natuurlijk niet. Dan maak je dat je wegkomt. Je laat je niet alleen maar opjutten en opjagen. Ook niet in de kerk. Maar wat doet die man? Dat is zo mooi wat hij doet. Hij gaat gewoon een en ander maal. Gaat hij gewoon uitzeggen wie God in Jezus voor die mensen was geworden. Wat God in Jezus had gedaan. We hebben het net gelezen. Uit hoofdstuk 4, maar je kunt allerlei andere voorbeelden ook noemen. Nu we zo'n hoge priester hebben. Eén die zelf doodging aan onze schuld. Die zelf zondebok wilde zijn. God, nota bene. Die voor jou hing. Aan zichzelf betaald gezet heeft. Wat hij jou en mij betaald had kunnen zetten. Die door de hemelen is doorgegaan. Die elke dag dienst doet voor ons. Die ons wil opvangen. Genadig. Voor ons bidt. Elke dag. Die. Nu we er een hebben. Die voor ons instaat. Wie we ook zijn. En wat er ook aan schort. Nu we terecht kunnen. Elke dag. Er is een deur geopend. Het voorhangsel is gescheurd. Een weg zo regelrecht naar God toe zelf. Dat haalt hij op. Als dat zo is, dan kan het toch niet bestaan dat jij het
erbij laat zitten. Het laat gaan. Kom, kom. Laten we dan toegaan. Het is maar één knieval bij je vandaan, notabene. Je hoeft er niet stad en land voor af te reizen. Eén knieval bij jou vandaan, die troon van Gods genade, om barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te worden. Genade, dat je daarin leven mag, daarop op door mag gaan. Zijn geest in jou, de kracht van jouw kracht. Dat je elke dag in die kracht mag gaan staan. Kom, laten we met vrijmoedigheid toegaan. Laat het je niet ontfutselen. Leef daar niet aan voorbij. Ga erop door. Het is maar een minuut of wat per dag, toch? Die knieval, dat gebed, dat je richten op God, op zijn liefde, op zijn genade. Je laten vullen met zijn geest. De kracht opdoen bij hemzelf. Mooi, hè? Zo herpak je jezelf. Volwassen geloof is een geloof, nee, dat niet altijd staat te jubelen en te juichen. Volwassen geloof is een geloof dat als je het gewoon zat bent, moe bent, beu bent, dat dan zegt, en toch, ik laat het me niet ontfutselen, dat wat God met mij begon. En dat je door je eigen grenzen heen breekt. De grenzen van het zat zijn en geen zin hebben. En daar overheen gaat. En je niet bij de troon van Gods genade laat weghouden, maar daar naartoe gaat. En blijft bij dat wat God met jou begon. En daarop doorleeft. Dat. Ja, en dan moet je alles wat hindert afleggen. De ballast staat er. Wat is dat? Nou, dat hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Maar je weet het zelf wel. Die dingen waar je zo druk mee bent, dat het focussen op God, op Jezus, op de bron van jouw bestaan, op die liefde van Hem, waar Hij van wil laten leven, dat die focus zoek raakt. En ik ga het niet voor je invullen, mag je zelf doen. En het zijn soms de meest onnozele dingen, hoor. Die ballast. Het is de moeite niet waard als je er goed over denkt. Dat je daar zo door in beslag laat nemen. Dat je zelfs daardoor het heil, de liefde, de genade, de geest van God door laat ontfutselen. Daardoor kwijtraakt. Het is van de gekke als je er goed over denkt. En denk er maar eens even heel goed over vandaag. Denk er voor jezelf maar eens heel goed over. Je bent voor oud en wijs genoeg. Toch? Laat het niet gebeuren, schrijft die man. Die apostel, die prediker aan de Hebreeën. Alsjeblieft. Het zou toch wel zonde wezen. Als je dat goede van God verloor voor een happekrats van dit of dat. En dan daarbij, ja, die toeschouwers, een tribune vol. Noach, Henoch, Abraham en Mozes, ga zo maar door. Mensen die het allemaal hebben volgehouden, geroepen door God. En het was niet altijd even gemakkelijk. De neiging ook om op te geven, los te laten, maar ze zijn doorgegaan, volgehouden. Misschien ken je ze ook wel uit je eigen leven. Je vader, je moeder, je opa, je oma. Een tribune vol. Nee, ze zitten niet de hele tijd op jou te letten. Zo moet je dat niet voorstellen. Maar jij moet op hen letten. En je moet bedenken, ik ben niet de eerste die het moet volhouden. Zij moesten het toen
toen ook al volhouden. En het was allemaal niet veel beter dan nu. Het was voor hen ook een gevecht. Doorlopen. Niet opgeven. En zij roepen je toe, als het ware. Volhouden. Laat je meenemen. Door die hele tribune van mensen. Alsjeblieft. Er is een eindstreep, een einddoel. Een overwinning, een prijs. Wie volharden zal, die sleept het in de wacht. Wat? De zegen die God belooft. Zichzelf. Alles wat hij voor je heeft. In het hier en nu. En uiteindelijk in alle eeuwigheid. Focus op Jezus. Dat is het laatste. Focus op Jezus. Ja, dat vooral. De overste leidsman en voleinder. Een coach, zou je kunnen zeggen. Jezus. Hij is de weg gegaan waar God hem op geroepen had. En hoeveel keren had hij er niet de brui aan kunnen geven? Want wat is hij tegen een verzet opgelopen en onbegrip? En als hij iets van de mensen had moeten hebben, ook van de vrome en kerkelijke en zelfs van zijn goed bedoelende discipelen, dan was hij hard weggehold. Als er één reden heeft gehad om gewoon er klaar mee te zijn, dan hij. Die in alles verzocht is geweest, zo lazen we, als wij. Ja. Ook om het de brui aan te geven. Om het gewoon zat te worden. Moeten zijn. Er klaar mee te wezen. Met die weg van God. En hij heeft volhard tot het bittere einde. Tot het kruis. Zin of geen zin. Nou, hij had er geen zin in. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dit niet. Dat ik stuk ga, kapot ga. Aan alle schuld. En aan uw vloek daarover. Dat ik de verdoemde moet zijn. Dit kunt u toch niet vragen. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Over alle grenzen heen, tot het bittere einde, tot het heerlijke einde. Ja, intussen is hij er doorheen. Is hij te boven gekomen? Heeft hij het gered? Door vol te houden. Een zegen geworden, tot en met. Hij trekt u en mij erbij, in zijn spoor, achter hem aan. Hij zegt, jij mag het om te beginnen van mij hebben. En ik ga voorop. Leef van mijn liefde. Leef van mijn genade. Leef van mijn geest. En weet, geen dag ben jij overgeleverd aan jezelf. Voleinder van het geloof. Als de levende ben ik de kracht van jouw kracht. Reken maar. Amen.
geven.